Het kwam René van der Gijp op flinke kritiek te staan toen hij deze week een avondje verstek liet gaan bij Vandaag een Zuid Oranje omdat zijn zoon Nicky 23 jaar oud werd. Dan kun je echt wel gewoon aan tafel gaan zitten, vindt privéster journalist Jan Uriot. Hij dacht dat René een erg ongeluk had gehad toen hij hoorde dat René niet zou komen. Johan Derksen vindt de kritiek op René belachelijk, en heeft dat ter sprake gebracht in VI. Collega Wilfred Gené heeft de kijkers vast laten weten dat René volgende week ook een avondje afwezig zal zijn, dan vanwege het afstuderen van zijn zoon. En het is de vraag of dat wel goedgekeurd wordt door Jan Uriot. Is het terecht dat die plotselinge dagjes vrij van René leiden tot ophef? Tina Nijkamp, de voormalig zenderbaas van SBS6, vindt van niet. Ik snap de ophef niet zo dat René er een keer niet bij is. De mannen van VI zijn de meest hardwerkende presentatoren eigenlijk op de Nederlandse televisie, zegt ze in haar podcast Tina's TV Update. De VI sterren behoren bij de TV top als het gaat om hardwerkende mensen. Dat zien ze misschien zelf niet zo, maar ze zijn er natuurlijk het meest. Ze zijn zoveel dagen op televisie en hebben zo weinig vrij ten opzichte van andere presentatoren. Jeroen Pau ligt nu bijvoorbeeld al lang en breed weer op het strand. Die heeft maanden vrij. En een Astrid Joosten dan? Die staat maar zo'n twaalf dagen per jaar in de studio. Dan neemt ze vijf afleveringen van twee voor twaalf per dag op en dan ben je het hele jaar rond. SBS6 zal dus niks te klagen hebben over het VI-trio, al dus Tina. Die mannen van VI zitten daar elke live, worden al nooit vervangen, dus ik vind het heel normaal als die mannen er af en toe niet zijn. Die heren worden toch ook betaald naar hun veelvuldige aanwezigheid? Zij verdienen dan 1,3 miljoen, staat overal. Nou, ik vind dat best wel weinig voor wat zij die zender hebben geleverd. Ik heb er een keer een rekensom op losgelaten, en dat had echt nog veel meer kunnen zijn. Dan nog was het een cash cow voor die zender geweest.